Ja. Dames en heren, jongens en meisjes. Yo, mafketels. Mijn naam is Stijn. Leuk dat je kijkt naar deze video. En voor mij, zoals je ziet, weer de MT. Voor een... Ja, even een motorvlogje. Ik dacht, ja, het moet toch wel even op een gegeven moment weer, hè. Ondanks deze verschrikkelijke klootkou. Maar, we staan in de achtertuin en we gaan rijden. En ja, het is iets van 1 of 2 graden. Dus het vocht, ijs, vocht ding komt letterlijk gewoon op de fiets te staan terwijl die hier staat. Awesome, dus niet. Ik heb er ook al heel lang niet meer mee gereden, dus ik ben benieuwd of die het überhaupt doet. Jesus Christ, ik kan bijna niet bij die benzinekraan. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer voor gezeik? Ik heb deze zijkap er net weer opgezet. Kennelijk verkeerd of zo. Dan begint die kutkraan gewoon te lekken. Nou, als het goed is, is die gestopt met lekken, mensen. Het kapje zat niet helemaal ver genoeg omhoog. En ik weet echt niet. Ik zal denk ik wel moeten choken. Wel verdomd. Eén goede kick met choke en hij leeft weer. Maar ik heb op dit moment geen accu erin zitten. Want de accu zit in de Suzuki, omdat we zo'n klein ding nodig hadden. Dus ja, ik moet enorm gaan opletten. En ik moet dus eigenlijk stationair denk ik ook niet te veel gas geven, want anders dan wordt hij heel fel. Wat ben je nou aan het doen? Echt ongelooflijk, hoe hard ga jij? 20? Ik ben vergeten, mensen, dat ik bonje had met deze afstelling. Ik heb natuurlijk een veel te grote carburateur om precies achter het luchtfilter te zetten. En daardoor is het echt onmogelijk om ja, standaard lucht in laten hebben. Maar tegelijk wil ik die airbox weer laten zitten om het feit dat de accubak eigenlijk zeg maar... Nee, de luchtfilter dient als accubak. Ja, zo moet ik het zeggen. Dus ik kan hem eigenlijk niet weghalen. En ik wil hem eigenlijk ook niet weghalen. Dus dan komt er eigenlijk nog maar één optie en dat is het ding laten zitten en met open luchtfilter rijden. Terwijl je dat natuurlijk absoluut niet wil verkrossen. Ja, dat is waar we nu zitten. Dus we gaan een beetje pielen op film. Want op dit moment zit er geen lichtaansluiting in de koplamp voor. En ja, eigenlijk is dat een klein issue, want het wordt steeds sneller. Althans, nee, het wordt weer lichter. Het is nu 6 januari, dacht ik. Ik kom zwaar in mijn toeren. Het is nu 6 januari en het wordt weer lichter, dus dat is super chill. Maar dat duurt nog super lang en dus wil ik sowieso veilig kunnen rijden. En ik heb nog steeds die ledlampjes niet binnen, die komen gewoon nooit aan. Dus we gaan gewoon een standaard 12 volt aansluiting. Ik hoop iets van een H4. Ja, voor erin doen. Kijken of dat past. En er is eigenlijk geen betere plek om dat te proberen dan bij CA Classics, want die hebben het gehaald liggen. Het is 2 graden of zo. Het valt nog wel mee. Niet leuk. Ik kan even half gas rijden. Stop. Nou, half gas trekt gewoon op. Let's go. Ik kan echt niet meer gas geven en dan kan ik die in. Oh, dat is zo frustrerend. Maar binnenkort gaan we hele vette dingen doen met dit ding. Dus don't worry, we hoeven ons echt niet meer druk te maken over de kop. Trust me.
Althans, dat is voor mij binnenkort. Ik weet niet natuurlijk hoe snel het dan online komt op YouTube. Wat doen we knipperlichten? Ah, nu dus. Haha, let's go. Oh, daar konden jullie geen bal van zien, want de camera zit links op mijn helm. Dan doe ik het even links voor de test. Niet dat die man denkt, what the fuck? Ja, ja. Ik wel een ja, ik denk met meer toeren dat we de lul zijn, dat hij gewoon vol doorbrandt. Want ik denk dat de accu deels dient als spanningsregelaar. Dus ga je dan ook de accu halen uit de Suzuki? Ja. En ik ga een tweede kleine bestellen voor mijn Suzuki, die we dan vervolgens weer kunnen gebruiken in Cox's Suzuki voor de time being. Ik denk dat altijd zo eng recht als hij net niet de ruimte krijgt om schuin te staan. Dus ik spreek jullie weer wanneer ik ga kijken of ik die koplamp ging doen. Ja, die koplamp. Ja. Soulja Boy Tell. Het is deze blauw. Nee, dat is de indicatie. We komen vanaf hier binnen. Hier is blauw. En waar is wit? En die is hier los. Oh, en hier is wit. Zo, we hebben blauw en wit. En dan moeten we alleen nog ergens een massa pakken. Hier, tada. Daar is massa. Oké, dus die drie hebben we. Dan gaan we nu naar het magazijn. Dat zijn knipperlichten. Hello. Hey, Suzuki TSX toch? Heeft hij niet toevallig dezelfde aansluiting als ik, joh? Nee, dit is... Hoe zat dat ook weer? Of ja, dat wel, maar deze heeft één aansluiting, dus ik heb hem nog niet nodig. Maar... Welke VDO-teller heeft niet een afgebroken snelheidsmeter? Hey, dit is er zo één. Kijk. Blauw, groen en wit. Plus dan heb ik alsnog zo'n klote lampje erin. Ja, deze moeten er doorheen. Past hier wel te doorheen. Poeh, ook echt maar net, oké. Dit is wel 12 volt. Oh, oké. Decent. Waar heb ik nou? Waar had ik nou de laatste doppie? Ik heb het kroonsteentje eraf gehaald. Zodat ik dus... Hots kregen, waar had ik nou het laatste? En dan nu... Hier dus een massa...
was echt de bedoeling. Waarom werkt dit niet? Uh-oh, please ga niet af. Alsjeblieft, doe me een lol. Please don't. Maar waarom doe jij niks? Want het is zeg maar nogal donker buiten, dus ik moet zeg maar nogal gaan rijden met wel licht. Het ding is namelijk dat mijn achterlicht gelijk aanging. Dus waarom? Het is nu vooraf 7 en ik wil wel zo weer terug gaan rijden, dus dit is wel een klein issue. Dus, ik heb hier de accu. Alleen het dingetje is dat ik dus... eerst master erop. Het dingetje is dus dat ik eigenlijk geen voorlicht heb. Ik snap niet hoe, want ik heb alles aangesloten zitten en achter werkt wel. Dus eigenlijk doen we dit practically voor Jan Lul. Althans, ik hoop dus thuis er alsnog achter te komen wat nou de issue is. Want ik zie dus niet wat het probleem is. Dat is wel een klein... Dat is een klein probleem. Een klein, heel erg groot probleem zelfs, want... Oké, ik denk niet dat het ineens een wonder boven wonder gaat zijn dat ineens doordat de accu erin zit het voorlicht het gaat doen. Ook al zou dat heel chill zijn, maar ik weet echt serieus gewoon niet waarom die het niet doet. Want alle bedrading is, zeg maar de basisbedrading is gewoon origineel. Dus ik zie niet in waarom die het niet doet. Ik ga het filiaal afsluiten, dan wordt het over het industrie heen naar huis. Zodat ik de hoofdweg vermijd en ook 80 weg vermijd. Want ja, echt als ik nou ook weer een boete ga krijgen voor mijn licht, word ik echt zagrijnig. En eigenlijk moet ik zoiets niet op film zetten, want vaak als ik zoiets zeg, ben ik daarna altijd de lul. Die doet het in ieder geval. Die doet het niet. Oh, wat is dit kut, hè? Nou ja, mijn achterlicht doet het. Dus ik zou niet op mijn achterste worden gereden. Weet je wat nou zo gek is? Ik snap het gewoon echt niet. Want ik heb niks veranderd aan de bedrading. Mijn rechter knipperlichten doen ook bijna niks, terwijl links wel werkt. Oh, en rechts maar één keer. What the fuck? Er zit echt iets verkeerd in mijn bedrading. Misschien dat er toch ergens door die kortsluiting een draadje stuk is gegaan. Oh, dat zou kut zijn, jongen, want dan kan je echt heel veel gaan zoeken. Waar begin je? Nou ja, weet je, ik geef wel gewoon keurig mijn richting aan. En voor de rest zullen ze ook wel begrijpen dat het niet de bedoeling is. Of niet mijn bedoeling is. Oh shit, come on.
Wat is dat dan? Wat de fuck? Ik zit met de player te schrijven. Kijk, en dit is waarom ik blij ben dat ik schijfrem heb. Ja, als ik nu die trommels op ga, jongen. Ah, was fucked. Dat hebben we ook weer overleefd. Ja, dan had je met één hand je telefoon zo vast moeten halen. Ja, wat een gezeik. Koplampstuk. Nee, ik had er helemaal niks in zitten. Dus ik ben mijn kok gaan klooien en ik vond een lampenhouder alles. Ik heb het erin zitten, kik hem aan, doet hij het niet. Shit. Ja, mooi kut. Ik weet het wel.